Het 1 Twente nieuws van woensdag 23 januari. 10.000 euro om ouderen meer te laten bewegen. En Brandweer Twente leest een eigen prentenboek voor op scholen in de regio. Dit jaar was het heel speciaal, want Brandweer Twente heeft zelf een prentenboek uitgebracht. Goedenavond. De Nederlandse en Duitse politie hebben vandaag samen een grote zoekactie op touw gezet naar een 48-jarige man. Deze man van Poolse afkomst ontsnapte rond 5 uur vanochtend uit het politiebureau van Gronau. Tientallen agenten zochten naar hem in het grensgebied. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Tegen de Pool staan nog 2 arrestatiebevelen uit. Hij heeft nog 670 dagen celstraf openstaan, onder meer vanwege fraude, diefstal en valsheid in geschriften. Voor zover op dit moment bekend is, is de man nog niet weer aangehouden. Volop ijspret deze week in Twente. Door de aanhoudende vorst kan er op veel plekken in de regio op natuurreis worden geschaatst. Kinderen bonden vanmiddag direct na schooltijd de ijzers onder. Zoals op de combibaan in Hengelo, in Park het Weusthag. Ja, het is vandaag al aardig druk en ik kom ook vanuit de scholen komen ze hier. Ja. Nou, wat zijn de reacties een beetje? Want u bent er de hele dag denk ik al. Ik ben gisteren de hele dag geweest. Gisteren waren we de hele dag open en vandaag ook. En iedereen is meer dan enthousiast. Ja, ze vinden het ook fijn schaatsen op deze baan? Ja, iedereen schaats graag op natuurreis. Dat is natuurlijk iets bijzonders. En ja, extra mooi is natuurlijk nu met die sneeuwranden erlangs. En gisteravond was het prachtig mooi om in behoorlijke wind in een sneeuwbui hier te kunnen schaatsen. En wat vinden jullie ervan in plaats van een gymles? Ja, is wel apart, maar is wel leuk. Ja? Ja. Wat vind je er leuk aan dan? Gewoon niet binnen, een beetje naar buiten. Dat vind ik wel leuk. En gaan alle leerlingen dit doen van de school? Met enkele klassen gaan we inderdaad. Sommige klassen gaan wel, sommige niet. Net afhankelijk van het programma wat kan. Wat gaan jullie dan morgen zeg maar, doen om het nog weer goed te maken? Wij gaan vanavond om 9 uur beginnen met de vegen. Dan maken we de baan helemaal schoon. En daarna gaan we met onze eigen Samboni gaan we water op de baan aanbrengen. En dan zijn we eigenlijk wel, denk ik, tot midden in de nacht mee bezig. En dat schone water wat er dan opkomt, dat moet een nieuw ijslaagje gaan vormen. En dan is het morgen net een spiegel. Want hoe lang denk je dat de schaatsbaan nog open blijft? Wij hopen dat die tot en met vrijdag open kan zijn. Liever nog ook zaterdag. Want zaterdag is natuurlijk voor ons wat het bezoek betreft een topdag. Game, eat and match. Zo heet het maandelijkse uitje voor 60-plussers uit 5 gemeenten in Twente. Wierden, Twenterand, Tubbergen, Borne en Almelo. Bij Game, Eat & Match krijgen ouderen lichaamsbeweging op een leuke manier. Ze krijgen een lunch en vervoer heen en terug. Het project van stichting De Club heeft nu de veerkrachtbokaal gewonnen. Met daarbij een geldbedrag van 10.000 euro. Het doel van deze prijs is te bevorderen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De nationale voorleesdagen zijn vandaag van start gegaan. Op honderden basisscholen in Twente wordt voorgelezen aan peuters en kleuters. Ook Brandweer Twente doet elk jaar mee. En dit jaar zelfs met een eigen prentenboek. In het boek Oei de taart speelt de brandweer een rol in het verhaal. Vandaag is de start van de nationale voorleesdagen. En wij als Brandweer Twente lezen eigenlijk elk jaar voor bij de nationale voorleesdagen. Dit jaar was het heel speciaal, want Brandweer Twente heeft zelf een prentenboek uitgebracht. En de commandant van de brandweer die heeft vandaag een prentenboek voorgelezen. Het is een kleuterboek, Oei de taart. En Fleur wordt 5 jaar. Morgen en papa en mama zijn nog heel druk met de voorbereidingen voor de verjaardag. De taart gaat snel in de oven nog. Mama brengt Fleur en Bram naar bed. En vergeet eigenlijk de taart. En ja, als je een taart in de oven laat staan, dan brandt die aan. De rookmelders gaan af. En ja, met alle gevolgen van dien. Het was vandaag 2-in-1. Het leuke, het voorlezen is natuurlijk altijd heel gezellig. En daarnaast natuurlijk ook wel een lesje. Wat doe je als er een rookmelder piept? Hoe handel je dan? Voor de jeugd zit er een boodschap achter dat rookmelders heel erg belangrijk zijn in je huis. Dat het heel erg belangrijk is dat je een vluchtplannetje afspreekt met je ouders. En dat je weet hoe je moet vluchten, dat je dat een keertje oefent. En dat je 112 kan bellen als er brand is. Het voorlezen is ongelooflijk belangrijk, vinden wij als school. Omdat kinderen daar heel veel van leren. Niet alleen maar het gezellige luistermomentje, maar ook qua woordenschatontwikkeling, actief luisteren. Dus dat is sowieso altijd leuk. En ja, dit is natuurlijk een feestje, omdat papa's en mama's erbij mochten zijn. En een speciale gast was. Dus het was een geslaagd evenement. Wij gaan dit jaar bij 240 basisscholen in Twente voorlezen als brandweer met ons eigen boek Oei de taart. En ook in Almelo werd vanochtend voorgelezen. Wethouder Arjen Maathuis las voor op basisschool De Wereldboom. Dat is de school waar hij zelf leerling is geweest.
De wethouder las het verhaal voor van Kat Harry en Vlinder Vera. Hij deed dat aan de kinderen van groep 3. De kinderen vertelden zelf ook enthousiast over hun huisdieren. Hoe was het om vandaag op de Wereldboom te mogen zijn en daar te mogen voorlezen? Ja, hartstikke leuk. En de Wereldboom is ook mijn oude school. Het is een fusieschool van de Triangel en de Radboud. Ik heb vroeger zelf altijd op de Radboud gezeten. En dan is het heel leuk om even op je oude school terug te zijn. Voor te lezen in de week van het voorlezen, hè, het voorleesontbijt. Ja, want hoe vond je het om die kinderen voor te lezen? Ja, heel erg leuk. Heel enthousiast. Ja, allemaal heel erg druk enthousiast reageren. En het is zo leuk om te doen, omdat ja, kinderen zijn heel erg onbevangen wat dat betreft. En dat is heel leuk om dan een verhaaltje te mogen vertellen over een kat die zijn huis kwijtraakt. En uiteindelijk komt het in dit soort verhalen altijd weer goed. En dan het weer voor Twente. Het was een dag met alleen maar vorst. De temperatuur kwam vandaag niet boven het vriespunt uit. En daardoor gaat de sneeuw ook maar langzaam weg. Komende nacht gaat het liefst 8 graden vriezen. Morgen overdag is het bewolkt, maar ook zonnig. Het is dan min 2. En het weekend wordt nat met regen en sneeuw. De temperatuur gaat dan wel omhoog. En tot zover het Twentse nieuws voor vandaag. Zometeen op 1 Twente een aflevering van Mijn Spirituele Zoektocht. Ik wens u nog een fijne avond verder.